Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis, hij komt een druppel later. Spetter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis, hij komt een druppel later. Wat een groot appelboom. Oeh, en wat een appels. Dat had ik je toch gezegd. Ze zijn nog niet goed rijp, maar ze smaken lekker. Ja, en elke dag worden ze nu lekkerder. Professor Ramses? Nee, hij mag dat niet doen. Niet doen? Hoezo? Je vriend Winnie. Oh, je bedoelt Alfred? Hij mag niet naar binnen gaan in die piramide. Maar hij is gisteren al vertrokken, professor Ramses. Gisteren? Professor Paljas is met hem mee. Paljas ook? Oh nee. Ze hebben de kaart. Dus ik denk dat het niet zo moeilijk voor ze zal zijn om die medicijn te vinden. Ah, het is gevaarlijk daar. In die piramide dreigt gevaar. Gevaar? De koningin. De koningin? Ik ben bang dat we hier opgesloten zitten, Alfred. Help! Dat heeft geen zin. Maar wat kunnen we dan doen, professor? Weet u iets? Die muren onderzoeken. Er moet ergens een verborgen mechanisme zijn. Ik begin met de muur aan deze kant. Ja, ja. Ik hoop dat we iets vinden. Misschien zit hier iets. Huh? Ja, dat is het. Maar ik heb het helemaal niet aangeraakt. Dit is die uitgang. Nee, een slang. Ja, een slang. Hebben jullie een hekel aan mij? Nee, ik niet. Als je ons man niks doet. Jawel. Wat doe je nou? Ik probeer jullie te bedwelmen. En hoe dan wel? Met rook? Ja, als die rook de hele kamer vult, dan zijn jullie er geweest. Ik krijg het nu al erg benauwd, professor. Volhouden, Alfred. Ik zal wel eens iets proberen. Oh, wat dan? Niets zeggen. Kijk mij recht in mijn ogen. Wat is dat nou voor onzin? Ik ga jou hypnotiseren. Hypnotiseren? Ik kan heel erg goed hypnotiseren. Je wordt al slaperig. Kijk naar de toppen van mijn vingers en blijf kijken. Nou, dat lukt je niet bij mij. Ja, wat een goed idee om niet naar de toppen van mijn vingers te kijken. Hou je ogen maar heel goed dicht. Ja, hou je ogen stijf dicht. En nu begin je je zwaar te voelen. Zwaarder. En je staart begint warm te worden. Warmer. Het is nu te laat om je ogen open te doen, slang. Als je probeert wakker te worden, word je alleen maar nog slaper. Je probeert nu uit alle macht wakker te blijven en niet in slaap te vallen. Maar hoe harder je dit probeert, hoe slaperiger je nu wordt.
Je kan je ogen niet meer open krijgen. Je bent nu heel diep in slaap, slaap, slaap. Goed. Jij bent nu zo stijf als een plank. Oh, dat heeft verbazingwekkend goed gewerkt. Hij is echt zo hard als ijzer. Kan ik die slang dan heel even lenen? Ja. Misschien kan ik zo die steen hier wegkrijgen. Oh, laat me je helpen. Hé, hij beweegt. Was wie hoe? De slang. De hypnose is uitgewerkt. Oh, mijn staart doet pijn. Jullie hebben iets afschuwelijks met mij gedaan. Oh, zeker? Heb jij zin om nog eens gehypnotiseerd te worden? Oh nee, dat nooit meer. Vertel ons dan hoe dit werkt. Anders word je weer gehypnotiseerd. Hoe komen we uit deze kamer? Wacht nou. Ik zal het jullie laten zien. Eens kijken, waar is het? Oh, hier ja. Oh. Ah, hij is over. Heel erg bedankt. Dank u, slang. Graag gedaan. Gaat het wel, professor? Waarom is alles hier zo vervelend smal? Sorry, slang, maar kan je me hieruit pressen? Natuurlijk. Ja, oh, dank vielmals. Ja, dat doet pijn, maar ik ben daardoor. Oh, slang, kan ik jou nog eventjes etwas vragen? Zal ik hem vangen? Wacht, zurückgehen is gevaarlijk. Wie weet wat er dan weer passeert? Ja, maar misschien weet die slang hoe we bij de sarcofaag kunnen komen. Nou, volgens de kaart had hij daar in dat kamertje steen moeten zijn. Maar er was daar niets? Niets, ja. Aber alles is vreemd hier. Wo we nu gehen, staat helemaal niet op die kaart geschreven. Ja, dat is vreemd. Deze trappen heb ik niet gezien toen we binnenkwamen. Misschien zijn wij in die maling genomen door die slang. Zullen wij teruggaan en een andere gang zoeken? Oeps. Zo, dat is knap gemaakt, ja. Ik hoor iets vreemds. Ja, ik ook. Vielleicht een zoek. Van daarboven ergens. Ja, ja, daarom gingen die trappen weg. Ze wilden die bal naar beneden rollen. We moeten iets doen, professor. We moeten nu die bal tegenhouden. Goed, 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 als je het mij vraagt, is die speelgoed waarmee die mummies hun verveling vertrijven. Maar ik krijg langzaam honger. Zou hier een restaurant zijn? Ik ben bereid een mummie te essen. Goed, ja, hier, hier, weer terug. Ja. Oh, gevonden. Restaurant? Nee, de uitgang. Ben jij klaar als dit nu? Oh, sorry, jongen. Oh. Vraag me af waar we zijn, professor. We hebben zojuist een geheel onbekende gang ontdekt. Wauw, een historische ontdekking. Als we hier levend uitkomen, tenminste, Alfred. Oh, oh nee, het stopt hier. Dat klinkt alsof er iets deze kant uitkomt. En dat geluid klinkt nog veel dreigender dan die bal daarnet, vind je ook niet, Alfred? Zullen wij teruggaan? Deze kant kunnen we ook niet meer op. Dat is raar. Hoe kan dat nou? Daar komen we toch net vandaan? Dit is weer zinwekkend. Kijk daar, professor! Ik zie het, en het is absoluut niet schön. Wat gebeurt er nou? Ze proberen ons plat te drukken. Wat? Oh, laten wij proberen bovenop zo'n ding te kletteren. Maar ze zijn veel te hoog, professor. Waarom ga je er bovenop mijn kop sturen? Nee, ik haal het niet. Hilfe!
wezen. Kijk daar! Oh! Schiet uit hier! De uitgang is hier, deze kant op. Dank u, ik heb ervan genoten. Vergeet u de gids niet. En als u nog iets wilt eten, dan is er een restaurant. Daar, op het centrale plein. Maar pas op waar u loopt. Hoe? Er roept iemand om hulp, geloof ik. Sta nou op, professor. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Nee, ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer, Alfred. Wiedersehen, Alfred. Dit begrijp ik niet. Wij zijn hier al eerder geweest. Geloof ik ook. Als ik het me goed herinner, zijn we door deze gang de piramide binnengekomen. Wat? Dat geloof ik niet. Deze muren probeerden ons gerade nog plat te drukken. Het is vreemd, ja. Als wissenschaftler weiger ik te geloven dat een dergelijk stomzinnig fenomeen bestaat. Maar we zitten in een piramide, professor. Nou, en het feit dat wij een piramide steen verklaart absoluut niet. Oh, kalm maar rustig. Maar professor, komen we op deze manier wel ooit bij die sarcofaag? Dat moeten we. Het leven van onze vriend Ramses hangt daarvan af. Professor? Ja, precies, ja. We hadden natuurlijk naar binnen moeten gaan vanaf de zuidkant, zoals op de kaart staat aangegeven, hè? Aber wir haben Stunden gesucht und kein Eingang gefunden. Misschien hebben we niet goed gezocht. Waarom gaan we niet nog een keer de zuidkant grondig onderzoeken? Wie weet vinden we een ingang. Dat verhaal heb ik al eens eerder gehoord. Sorry dat ik hoorde wat u zei. Ik heb u al eerder gezien. Ik weet het al. U bent de gids. Ja, dat ben ik, dat klopt. En ik herinner me u ook. U vroeg me of er een ingang bestond aan de zuidkant van de piramide. En u zei dat u niks daarvan wist. Genau. Ja, dat is ook zo. Jazeker. Maar er doen al heel lang geruchten de ronde dat er een geheime ingang is aan de zuidkant. Maar niemand weet waar die ingang zou kunnen zijn. Aha. En er is ook een gerucht dat een waarzegger in Katro meer kan vertellen over die ingang aan de zuidkant. Daar moeten we heen, professor. Misschien kan die waarzegger ons helpen. Hoe heet die waarzegger, fräulein, dame? Onobola. Wo is dat, Katro? 5 kilometer van hier. Ongeveer 10 minuten aan een kwartiertje rijden. Bedankt, jonge dame. Is daar de uitgang? Dat klopt. Gaan we er meteen heen, professor? Ik wil eerst iets in mijn maag hebben. Ik val zo wat om. Als u eerst iets gaat eten, kunt u wel met mij meerijden. Met u meerijden? Ja, ik woon daar ook. En ik ben hier bijna klaar. Dus dan kan ik u wel meenemen naar de stad en u bij Onobola afzetten. Dat is erg sympathisch. Daar danken in deze steinen en piramiden en gangen en turen die op mij toekomen. Kent u hem, die waarzegger, bedoel ik? Alleen van gezicht. Hij is heel erg beroemd hier in de buurt. Bedankt, Annabel. Ja, und auf Wiedertjes. Welkom. Mijn grootvader verwacht u al. Maar hoe weet u wie wij zijn? Mijn grootvader is een hele goede waarzegger. Zo, gaat u zitten. Waarom kijkt u zo verbaasd? Is er iets? Ja, u lijkt namelijk verbazingwekkend veel op een vriend van ons. Echt waar? Gaat u daar maar zitten. U bent hier omdat u wilt weten waar de ingang in de zuidkant van de piramide is, nietwaar? Maar hoe weet u dat nou? U was gisteren de zuidkant aan het beklimmen. Ja, en daar viel een steen naar beneden recht op ons af. Was dat echt wel toeval? Natuurlijk, ik weet waar de geheime ingang aan de zuidkant is. Maar ik ben niet van plan u dat zomaar te vertellen. Omdat alleen de dieren die het nodig hebben toestemming krijgen om daar naar binnen te gaan. Waarom bent u trouwens op zoek naar de zuidelijke ingang?
U komt uit het buitenland, dus hoe weet u van het bestaan van die ingang? Een vriend van ons is een professor en hij heet Ramses. Hmm? Hij lijkt heel erg veel op u. Ramses? Ja, hij is heel erg ziek nu. En hij zegt dat hij om te genezen een medicijn nodig heeft dat bewaard wordt in een sarcofaag in die piramide. En hij heeft ons een kaart gegeven. En aan u gevraagd om dat medicijn te gaan halen. Dat klopt. Nee, hij zei dat het voor mij onmogelijk was om dat te doen. Dat alleen een kat dat kan. Maar volgens mij verschillen katten niet zo heel erg veel van eenden. En omdat ik niet alleen wilde gaan, heb ik professor Paljas gevraagd mee te gaan. Zo, Ramses. De vriendschap tussen Ramses en mij is zeer wichtig en ik zal alles doen wat ik kan om die medicijn te krijgen. Dus vertelt u ons bitte wo die eingang is. Alsjeblieft. En u wilt alleen maar in die piramide naar binnen vanwege dat medicijn? Ja, tuurlijk. We zijn nergens anders in geïnteresseerd. Dat is absoluut correct. Goed, ik vertrouw jullie. En het is voor Ramses. Hoe laat gebeurt het morgenochtend? 8:45, grootvader. Je? Ja, dat klopt. Mijn kleindochter heeft een goed geheugen. Luister nu goed. Als u morgenochtend naar de zuidkant van de piramide kijkt, dan ziet u exact om 8:45 een plek die glinstert. Daar is de ingang. Heel erg bedankt, meneer. Over 1 minuut moeten we het zien. We mogen het niet missen. Alfred, hou jij die kant daar in de gaten? Dan neem ik deze kant, oké? Hoe laat is het nu? Het is precies 8:45. Daar is het! Waar dan? Kijk daar, professor! Ja, niet zo hoog, dus. Het moet hier zijn, ik weet het zeker. Hier is het, professor. Ja, ja, ik zie het. Het is helemaal onzichtbaar als je beneden staat. Naar binnen. Dat is vreemd. Het moet hier toch ergens zijn. Oh, daar is het. Precies wat ik dacht. De zon beweegt en het licht weerkaatst in deze spiegel en schiet naar beneden, naar waar wij stonden, precies om 8:45. Geniaal, geniaal. Professor! Ja, oh. Deze gang gaat naar beneden, precies zoals aan de noordkant. Dat vloog iets langs mijn gezicht. Dat zijn vast vleermuizen. Die wonen hier natuurlijk, omdat in deze gangen nooit iemand komt. Ai, jij! Oh nee, maar snel het licht uit, Alfred. Loop snel door, laat ze met rust en mond halten. Staat deze gang aangegeven op de kaart? Ja, dat is precies volgens de kaart. Deze gang moet komen, uitkomen in die grote kamer. Daar moet die sarcofaag bukst gaan. Er zijn hier schitterende juwelen. Echt waar? Kom maar aan. Het is ja unglaublich. Ik kan mijn ogen niet geloven. Jonge. Van wie zou dit allemaal zijn? Afblijven. Huh? Alle opvolgers van de farao's zijn allemaal katsen. U hebt de eer haar majesteit te mogen ontmoeten. Oh, u bent... Ik ben Cleocat Kanon. Ik heb u gisteren ontmoet. We wisten niet dat u de koningin was. Wat een verrassing. Excuseer ons. Dat weet ik. U wilt de medicijn voor professor Ramses, niet waar? Die heb ik al uit de sarcofaag gehaald. En hij wordt nu hier naartoe gebracht. Ramses behoort ook tot onze familie. Hij is een neef van mijn grootvader. En ik ben heel erg op hem gesteld. U moet zich dus haasten, anders is het voor hem al te laat. Zit de medicijn hierin, hoogheid? Ja, de medicijn zit erin. En ik hoop dat u op tijd komt en dat hij nu snel beter zal zijn. Heel erg bedankt!
Dat denk ik wel, Alfred. En het werkt met name bij een kattenfamilie. Wat is er? Dat eentje heb ik al eens gezien. Ze verzorgde Ramses in zijn huis toen hij zo ziek was, weet je nog? Ramses? Weet je dat niet meer? Dat is waar die grote appelboom staat. Ah, ik weet het weer. Dat is het meisje, ja. En nu is ze hier. Ramses zal dus wel beter zijn. Ja, ze was dag en nacht bezig toen ze hem verzorgde. Wat is er trouwens gebeurd met die appelboom? We zijn daar al lang niet geweest. Die appels zullen nu wel rijp zijn. Ja. Kom mee dan. Ah, wacht eens even, lief. Dus professor Ramses is nu weer helemaal beter. Ja, hij gaat vanaf volgende week weer colleges geven. Ah, gelukkig. Dat medicijn heeft dus goed gewerkt. Ik ben helemaal vrij nu. En ik ben in de stemming voor iets leuks. Dus laten we gaan dansen. U zegt het maar en ik doe het, hoogheid. Ik ben vandaag zo vol.